tijdschema, maar dan moeten we wel nu weg. Roland, een tasje. Roland moet ook mee. Roland? Roland? Wie is Roland? De auto zit vol, hoor. Een poes? Sinds wanneer? Een kater. En het is mijn kat. Die komt sinds een week elke avond bij mij op bed liggen snorren. Ach, maar wat wel... Hij is mijn troost. Ja, maar wat... Ja, nee, kan je niet zomaar meenemen. Nee, ik kan Roland hier niet aan zijn lot overlaten. Roland gaat mee en daar wordt net niet meer over gelogen. Roland dan. Hij snort. Waar is Roland? Bas. Waar is mijn kat? Bas. Roland is weg. Voor u, ja? Wat? Zullen we maar opvatten als dank u wel, hè? Heb jij dan appels meegesmokkeld uit Florida? Oh, nee, maar appels mag je niet brengen naar Amerika, maar wel meenemen uit Amerika. Oh, nou geef me dan toch... Wurbel met verven dat verlangen, de beest uit te hangen, doe dat thuis. Trap om je eigen heilig huis, behangen en gestut met brom en ruis. We zijn weer thuis, en waar het op ons slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer waar, neem je eigen rotzooi mee. Mijn Roland, weet je wel? Oh, jullie hebben het over onze Roland. Wat nou onze Roland? Jullie waren er allemaal op tegen dat hij meeging. Omdat ik niet wist of jij wel besefte waar je aan begon. Jij kon het nou wel leuk vinden. Het was nog maar de vraag of hij er ook zo over dacht. Nou, die vraag lijkt me inmiddels ruimschoots beantwoord door die uitsloven. En dus er wel pap van. 3, 4, 5 keer per nacht. Ik heb geen oog dicht gedaan. Wat dacht je van ons? Wat een kabaal. Niet echt wat je noemt de stille genieten, die Roland. Het hele hotel sprak er schande van. Die Thijs. Die heeft zo te horen zich lekker uitgeleefd daar op Aruba. Nou ja. Maar overdag kwam Roland heel lief. Totaal uitgeput. Op het strand onder de parasol tegen je aan liggen, hè Thijsje? Ja. Hoe begrijp is die Roland een kat? Wie gaat er nou op reis met een kat? Ik? Ja. Maar ik bedoel... Ging dat wel in dat vliegtuig? Nou, daar heb ik me wel een beetje zorgen over gemaakt. Ik had hem dus als handbagage in een tas op schoot. En op een gegeven moment wilde ik hem dus een kattensnoepje geven. Waar is Roland? Bas! Waar is mijn kat? Bas! Roland is weg! Voor u, ja? Tas, wat? In de tas, graag nu. Ach, het arme beestje doet ook niemand kwaad. Ze wordt verzocht niet lekker slapen, Thijs. Ik ben vast te maken. Gaan we landen nu? Waar heb je de landingssloepjes? Landingssloepjes?
Waar is mijn kat? Ja, lach daar maar om. Dat is toch levensgevaarlijk? Zo'n mal beest loslaten in de cockpit. Ja, dat is onverantwoord. Is dat die piloot nou een noodlanding is te maken? Waar is die? Waar is Roland? Waar is mijn kat? Meisje, wakker worden. Nou, geloof me het wel. Is er misschien de deur uitgeklikt? Jullie kwamen. Ik bedoel, hij mag best buiten hoor, maar ik kwam na die week op Aruba toch liever eerst weer hier even laten wennen. Thijs. Roland is weg. Toen we thuis kwamen... Toen had ik hem op mijn arm. Maar toen jij meteen naar boven vloog om te douchen... Toen zijn de buren hem komen halen. Wat? De kat! Blijkt van hier verderop te zijn. En hij heet Kees. En dan is hij niet van jullie, want hij heet Roland. Een idiote naam voor zo'n stomme kat. Wacht eens. Jij hebt je krolse kornuitje natuurlijk genoemd naar razende Roland. Orlando Furioso. Uit het gelijknamige, epische heldendicht in stanzen van de grote renaissancistische dichter Ludovico Ariosto. Hoe durven jullie mijn kat mee te geven aan de buren? Hij is echt van de flintenmannetjes. Ze lieten een foto zien. Ik kan wel 10 foto's van Roland laten zien. Als dat joch nou per se een kat vindt. Dan kan hij van ons een krijgen, hè, druilen hoor. Mafkop, cententeller. Harpagon. Wat? Harpagon? De vrek uit Lavare van Molière. Omdat ik mijn erfenis er niet doorheen wil jagen? Ga je toch maar een asiel, de sterfte van die rotkap. En nu wil ik alles over jullie vakantie horen. Hoe hebben jullie het gehad en wat zien jullie er goed uit? Ja, Thijs in het pak en wat heertje. Ja, maar heb jij je in vredesnaam meteen zo netjes aangekleed? Godverdomme. Wat zeg je me daar? Jezus Christus. Dat zei je niet. Geef mama eerlijk antwoord. Godkaleer! Je zei godverdomme. Is het dan nodig, dat gevloek? Nee, net zo min als het nodig is om daar wat van te zeggen. Wat moet jij met de autosleutels? Mijn autosleutels. Kom op, kijk terug. Geloof je, papa Zoals is van ons allemaal. Oké, als Thijs hem dan nu ophalen? Ja, we zitten nog steeds opgeschreven met het opzichtige slagschip. Maar onze eigen oude trouwe blauwe roos zal nu toch ondertussen wel zo'n beetje klaar zijn? Lijkt me wel, ja. En ik wou hem dus morgen ophalen. Is het nu al soms morgen? Nee, maar weet ik hoe lang hij wegblijft? Voor mijn part heel lang. Wat wil je dan? Nou? Kan niet iemand van het garagepersoneel dat witte gevaar te komen omruilen? Net thuis. Ja, ik maak nog even een kopje koffie. Kom op, jullie hoeven niet mee. Ik zei het te zijn de tijd op de televisie wel uitlachen. Wat is er op mijn kamer gebeurd? Het is allemaal spullen geknoeid. Ik wou kijken of ik misschien toch ook een beetje overweg kom met die dingen. Word je bedankt. Je hebt er het puinzooi van gemaakt. Hou je voortaan bij je abollige uitvinding, Kiesman. Toevallig heb ik hier wel even een alarmsysteem aangelegd. En daar valt niets op aan te merken. That's your man. Je kan hier niet best wel de keuken binnendringen. Oh, nee. Hé, hey, Gerard heeft al een alarmgedoe aangelegd. Stelt niks voor, evenals de man zelf trouwens. Zeg, je gaat wel ver. Ik ga nog veel verder. Het blijft niet bij het binnendringen van de keuken. Nee, we doen het hier. Wanda, ik ben nog steeds je wedergenoot. Het toe, Simon. Heb jij dan nog even gezellig koffie drinken? Lukt het een beetje, Wanda? Ze wou het zelf, dus laat het nou maar. Wat doe je toch allemaal? Kan ik even helpen? Laat nou maar. Vrouwen hebben er een hekel aan als mannen in de keuken om hen heen darren. Ik hoor een mannenstem. Wanda? Nee, ik ben even aan het dweilen. De koffiekan was gevallen. Ja, zoiets stoms. Ja, dat kan heel goed, ja. Heb de radio aan. Ik wilde de weersverwachting horen. Je wilde toch morgen gaan picknicken? Het weer valt morgen aanvankelijk motregen, later aanzwellen tot fikse plensbuien, mogelijk ook onweer. Weet je, Gerard,
Toen jij na die breuk met Tineke van de ene dag op de andere op Wanda overstapte, had ik zo mijn bedenkingen. Maar gaandeweg ben ik er steeds geschikter gaan vinden. Lieve bezorgde zuster van. Wat ik doe mag dan misschien niet overal meteen in goede aarde vallen, maar ik weet waar ik voor sta en wat ik doe. Bob, wat hebben we gedaan? Ja, maar hoe is dat ook alweer? Ik moet nu anders dan... Het was heerlijk. Die picknick, morgen, in de regen, dat lijkt me een uitnemende gelegenheid om het uit te maken met die lange glibber. Zie je. Ik heb een suite in het Motton Hotel. Kan ik meteen weer nieuwe gaan maken? Als dat weer zo lang moet duren. Wat gebeurt voordat ik er erger? U kunt niet zomaar doorlopen. Dat heb ik gemerkt, ja. Sorry, meneer Born. Wel, wie heeft u gezegd dat u mevrouw van der Hoed Smulders moet tegenhouden? U. Ik moet toch iedereen die geen afspraak heeft... Zij is niet iedereen. Iedereen is iedereen. En iedereen zonder afspraak... De afspraak is dat zonder afspraak... De uitzondering bevestigt de regel. Kom verder, nou. Helemaal niet. Eén uitzondering en het is geen regel meer. Het onder alle omstandigheden gelden. Dat is nu juist het kenmerk van een regel die... Juffrouw Rijfkogel, draaft u niet zo door als zich een moeilijk geval voordoet. Dank u wel, Henk. Hè? Dat bedoel ik niet zo. Vindt het anders wel raak getroffen. Luistert u eens goed. Ik doe niets anders. U had toch even ruggespraak kunnen houden met Yvonne? Uw secretaresse is er nog niet. Het is toch ook nog geen 9 uur? Als u nou voortaan ook normaal op tijd komt, dienen zich dit soort problemen niet aan. Ja? Is niet persoonlijk bedoeld, Nel. Ik ben graag stipt op tijd. U bent te vroeg. Waardoor ik straks precies op tijd ben. Als men eenmaal te laat is, dan wil het... Ja, hou er nou maar over op. Ja? Ga zitten, Nel. Als ik het goed begrijp, luidt de nieuwe regel... Een ieder die geen afspraak met u heeft gemaakt... wordt niet zomaar doorgelaten behalve mevrouw Nel van der Hoed. Smulders? Ja. En ik zal nog eens wat zeggen. Ik moet nu gaan, anders ben ik niet op tijd beneden in de receptie... om ongewenst bezoek af te poederen. Zo, Dina. Je bent weer terug. Hoe kom je daar nu bij? Ik zit nog steeds op Aruba. Nou, ik weet niet hoe je het daar hebt gehad. Maar je gevoel voor humor ben je daar niet verloren. Zwanenpark zal ontmoeten, ben ik nu wel kwijt. Edu Zwanenpark, de vermiste vader van Govert. Ik ging naar het hotel waarvan ik wist dat daar de leiding van zijn hotelketen zetelt. Aha, je had hem opgespoord en wou hem alsnog zijn vaderschappelijke verantwoordelijkheden onder de neus wrijven. Ga verder. Is de heer Zwanenpark er ook? Daar gaat hij net. Dag, Yvonne. Nee, ik zeg net tegen een cliënte dat je daarmee nog een stomme griet bent. Als je zo vriendelijk wilt zijn als secretaresse hier even wat koffie te brengen. Ja? Ja. Dank je. Je moet zo op je woorden passen. Ze zijn zo gauw op hun teentjes getrapt. Waar waren we gebleven? Niet op Aruba dus. Oh, nou, na onze aanvaring met Edu was ik het liefst de eerste dag direct teruggegaan. Huffelen, weg hier aan. Kijk een beetje uit, maar weg bij je, weet je wel. Pak zo met je poenige kaart. Zal ik jou even helemaal in elkaar trennen? Ik ben hem hier voor is voor ons geslepen. Beunhaas. Wat moet je nou? Wat moet je nou? Ja. Oude lul. Ja. Slagpampen? Ja. Nee. Rij je maar te barsten van mijn pad. Hé,
jongens, die naam staat, die baas staat wel op mijn naam. Hè? Dat is mooi. Waarom moet ik dan ook niet rijden? Dat mij moeten laten rijden, jongen. Govert wist niet dat het zijn vader was en zijn verwensing werd bewaarheid. Wie zegt dat? Die begrafenis? Dat was zijn vader, bleek. Ja, ja. Edu's vader. Aha. Govert's grootvader, zeg maar. Edu zelf heeft zich sindsdien, althans voor mij, verborgen gehouden. En wat nu? Niks. Nou, als notaris van de familie, maar ook vanwege het vertrouwen dat je in mij stelde jullie vermogen te beheren. Ja. Mag ik je toch ook wel vragen over jullie fijne vakantie? Fijne vakantie. Thijs zou dan Shirley wel weer even voor zich winnen. Dag Thijs. Simon heeft zich voornamelijk geërgerd. Bent u een kinderreglander? Nee. Daar zit dokter John van 6A, die me lastig vallen. Het is niet voor mezelf hoor, maar ik heb hier handtekeningen van dokter Jan van der Woude en zijn vriendin, Ron Brandstede, Henny Huisman. Bent u eigenlijk wel iemand? Govert vond gewoon nergens wat aan. Mag ik een handtekening? Ja, ik kom eraan. Ik ga even mijn pen pakken. Ogenblikje. En wat mijzelf betreft... Sorry, als ik je verveel. That's all right. Ik ben al veel te blij dat je niet om rentestanden vroeg... en opheldering over mijn financiële manipulaties. Ander keertje graag. Dankjewel, Yvonne. Je bent een schat. Flikker dit even voor me in die shredder. Krijg ik dadelijk de fiat over de vloer.